Traditiegetrouw zijn de proms van het Zeeuws Orkest een verrassende combinatie van een traditioneel nieuwjaarsconcert met Strauss en iets frivols. Dit jaar de bijzondere vriendschap tussen Marlene Dietrich en Edith Piaf. Frédéric Sluiterman van Loo en Irene Kuiper brengen een speciaal programma, geïnspireerd op hun theatervoorstelling In bed met Dietrich en Piaf, maar dan als concertanten. De tragiek is voelbaar. De gordijnen zijn al jaren dicht. Tussen alle verzamelde troep vanuit haar bed kijkt Marlene Dietrich terug op haar leven. En dan krijgt ze op een avond bezoek van een kleine, drukke gedaante. Een bijzonder theaterconcert, een denderend nieuwjaarsfeest. Een theatrale combinatie van mooie chansons, bijzondere arrangementen en natuurlijk de prachtige symfonische klanken van ons Zeeuws Orkest. Slechts 3 keer te zien, op donderdag 12 januari in Terneuzen, op vrijdag 13 januari in Vlissingen en op zaterdag 14 januari in Goes. Hopelijk tot dan.